Breda Nu. Je weet het meteen. Van kasteel tot station en nog alles wat erna kan komen, dat ze nu allemaal kunnen vinden in het prachtige museum, wat officieel geopend is, als ik het eerste exemplaar uitreik aan iemand die in het midden staat. Alsjeblieft. Tijdens de opening van het nieuwe Stedelijke Museum sta ik naast burgemeester Paul Depla. Burgemeester, een trotse burgemeester? Een zeer trotse burgemeester, want als je zo'n museum hebt en hebt mee mogen openen, ja, dan ben je erg blij, want het vertelt het verhaal van de stad, het vertelt het verhaal van de mensen van de stad. Maar het is ook een heel spannend museum, omdat het dingen met elkaar verbindt die normaal in een museum niet zo met elkaar verbonden worden. Ja, ik denk dat je op een gegeven moment het museum, de confrontatie tussen erfgoed en kunst, dat die heel erg sterk wordt gemaakt. Ook de ruimte die er is voor productie. Dat zie je hier ook beneden bij de tentoonstelling, waar een Belgische kunstenaar echt in opdracht van het museum een mooie productie heeft gemaakt. Het museum is ook een museum wat verder gaat dan alleen de gebouwen die we hier zien. Want het zal een museum zijn wat ook in de andere delen van de stad gewoon zichtbaar is. En zeg maar, de collectie ook laat zien, verbinding aangaat met de stad, verbinding aangaat met de verhalen van de stad. En dat maakt het een heel eigentijdsspecifiek en bijzonder museum. Heeft het museum ook nog een educatieve rol? Ja, zeker. Gelukkig hadden de vorige musea dat ook. Dus we hebben daar ook wel een mooie traditie in opgebouwd. Met de scholen, met ons cultuur-educatieprogramma. Dus wij gaan daar volledig van uit. En daar hebben we ook weer een heel mooi programma op gemaakt. Dat de scholen weer komen. En dat gaat wat mij betreft echt basisonderwijs, middelbaar onderwijs. En ook de Sint-Joost. Meneer Kouwman, trots. Ja, hartstikke trots. Hoe lang bezig geweest om het zo mooi te krijgen? Nou, we hebben het in een maand of vijf hebben we het echt gedaan. En van wie is het idee om deze keuze te maken? Nou, er ligt een plan van de stad aan de grondslag. Maar we zijn eigenlijk vanaf januari aan de slag gegaan om het echt in te vullen. En dat doe je met z'n allen. Dus ik denk dat als je alles bij elkaar optelt, dat er zo'n 100, 150 mensen vijf maanden lang in de weer zijn geweest om zo ver te komen. Er zijn dan nog wat vrijwilligers bij, neem ik zo aan. Er zijn vrijwilligers bij, maar er moet gerestaureerd worden, er moet worden ingelijst, er moet ontworpen worden, er moet gebouwd worden, er moeten teksten worden geschreven, er moet ontworpen worden. Het is een enorme ploeg die hieraan gewerkt heeft. En dat kan eigenlijk ook alleen maar omdat die ploeg het belangrijk vond, maar ook leuk vond om met elkaar te werken. En ze uiteindelijk ook één beeld hadden van hoe dat museum moest worden. Tijdens de opening in de grote kerk mochten we genieten van een prachtige compositie van Daan Manneke en die staat nu bij mij. Meneer Manneke, hoe trots ben je als er iets gebeurt? Ja, dat is een luxe. In deze stad te wonen met het prachtige museum en dan zo'n opening in het mooiste gebouw van, laten we zeggen, voorlopig West-Europa. Hè? Dus, jawel. Ja. Hoe oud was dit stuk? Dit is een jaar of 15 oud, denk ik, ja. De optekst gemaakt van Yvonne Nee, die helaas niet in de kerk was, maar buitengewoon mooie tekst. Breda Nu. Je weet het meteen.